Stijging van dengue-infecties in de regio zijn voor het ministerie van Volksgezondheid aanleiding de samenleving op te roepen om waakzamer te zijn. Dengue is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door het gelijknamige virus dat op zijn beurt op de mens wordt overgedragen door een besmette muskiet. Volgens de WHO zijn in de eerste maanden van 2023 uitbraken van grote omvang van dengue en chikungunya in Zuid-Amerika geregistreerd. Het ministerie dringt bij de samenleving aan op maatregelen tegen muskietenbeten en bij klachten gelijk contact te maken met de huisarts. De Meester Hubert Stichting heeft gisteren in het resort Tamarejo Komowijnen een nieuwe dependance geopend. President Chandrika Prasad Santokhi, die daarbij aanwezig was, sprak van een mooi initiatief in een tijd waarin decentralisatie van opvang en hulpmiddelen voorziening noodzakelijk zijn. Het staatshoofd riep belanghebbenden op de inspanningen gezamenlijk voor te zetten en te streven naar een betere toekomst voor mensen met een meervoudige beperking. In het kader van het IDB Minor Fruits Project met als activiteit opzetten van demonstratieplotten en starten van Farmers Field School zullen in verschillende districten Farmers Field Schools worden opgestart. Het ministerie van LVV heeft hiervoor overeenkomsten getekend met 9 geselecteerde landbouwers op wiens landbouwareaal de activiteiten zullen worden uitgevoerd. Het gaat om landbouwers uit de districten Para, Wanica, Komowijnen, Marowijnen, Saramaka, Nikeri en Koroni.